10 jaar geleden pakte Liersen nog de titel in de hoogste klasse. Met een hechte vriendengroep onder leiding van Erik Gerrits verloor Liersen amper 3 wedstrijden en werd het kampioen op de laatste speeldag. Een uitbundig feest in de kleedkamers en later op het Lisp was het gevolg. Daar weet ik alles van. Dat is iets dat je nooit in je leven nog meemaakt. Dat was echt een groep vrienden die... Ja, zo'n groep, dat krijg je nooit meer bij elkaar. En iedereen ging voor elkaar op het veld, maar ook naast het veld was het bijna elke maandag een etentje. En gingen we stappen. En zelfs trainer Erik Gerrits ging met ons mee. Maar de kampioenenviering, dat was gewoon een week... gewoon feesten aan volonté. Ik weet dat wij nog met de nationale ploeg een wedstrijd moesten spelen tegen San Marino, maar... die wedstrijd was op dat moment voor mij een beetje bijzaak. De laatste 3 dagen ben ik mij er iets meer op gaan focussen. Maar het was gewoon een geweldige ontlading. En ik denk dat, dat iets is wat je voor de rest van je leven bijblijft. Bob Peters met veel heimwee naar de goede oude tijd. En ook bij Beveren zullen ze wel eens vaker terugdenken aan de tijd van toen. Voor Beveren liggen de gloriejaren al wat verder in het geheugen. De laatste landstitel dateert van 1984, 5 jaar na de eerste titel. Succestrainer bij Beveren was toen nog Urbain Braams. Maar veel weet de huidige ploeg daar blijkbaar niet meer van. Natuurlijk weet iedereen dat dat de gouden jaren van Beveren was. En dat werd je wel een beetje aan herinnerd door ook bepaalde stukken dat er zijn in de club, zoals de beker of iets, zoiets in de aard. En ook een aantal spelers hebben nog worden geëerd daarvan, maar niet in die mate dat dat echt in deze groep nog leeft.